Deze nieuwsuitzending die gaat over het boek Hosea. Dat is een boek uit het Oude Testament. Ik ken het boek Hosea wel, hoor. Niet uit mijn hoofd of zo. Maar ik weet ervan. Ik ga even voorlezen en dan pak ik hier de inleiding die staat op de website van de Statenvertaling. En die link die staat onder deze uitzending. Er staat statenvertaling.net. Zo. Ja, .net. Dan kan je een klikje op geven, dan kan je met me meelezen. En aan de linkerkant krijg je dan een soort menu. Dan moet je kiezen voor O.T. Dat betekent Oude Testament. En dan even Hosea. En Hosea, dat schrijf je zoals je het zegt. Ik lees even voor. Het boek Hosea is het eerste van de kleine profeten. Een reeks profetische geschriften die korter zijn dan boeken als Nehemia en Ezechiël. Voor zover bekend is de huidige indeling van de kleine profeten in de 4e en 3e eeuw voor Christus tot stand gekomen. In het Hebreeuws worden de kleine profeten aangeduid met Shnaim Asar, 12. Ik weet even niet wat dat nou... Maar het zal wel kloppen, het is Hebreeuws. Het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws. Nou, ga ik weer door met voorlezen. De profeet Hosea was actief tussen circa 750 en 722 voor Christus in het Rijk Israël. Israël was destijds het noordelijke deel van het Bijbelse land. Het werd in 722 veroverd door de Assyriërs. Dat zijn niet zulke leuke mensen, die Assyriërs, by the way. Ik lees weer verder. De eerste drie hoofdstukken beschrijven het huwelijk van Hosea met de prostituee, of ontrouwe vrouw, tussen haakjes, Gomer of Gomer. Het kan gezien worden als een allegorie van het verbond van God met de Israëlieten. Toen dat gesloten werd, waren de trouweloze Joden druk bezig met het aanbidden van een gouden kalf. Ik maak even een pauze. Hosea heeft seks gehad met een prostituee. Een ontrouwe vrouw. Ik ook. Toen ik daarachter kwam, ik dacht, wat krijgen we nou? Nou, Hosea was slimmer dan ik. Ga daar maar vanuit. En dat gouden kalf, dat refereert naar het boek Exodus van het Oude Testament. Het aanbidden van een beeld. Trouweloos waren mensen. En Gomer dus ook. Hosea niet. Toen de moeder van mijn kind, die ging buiten de deur neuken met Peter Bosman. Die naam kan niet vaak genoeg genoemd worden, want het is zo'n lelijke man. Wat een walgelijke constitutie der moleculen die lul is.
mijn kind was 4. En Peter Bosman dacht van, nou kom op, is die, ja, Peter Bosman is een beetje slecht in zijn taalgebruik. Hè. Oh, maar die is wel lekker, ja, ik zie er wel zitten hoor, dan ga ik hem wel eventjes, ja, ja. En dat vertelde ik aan mijn schoonmoeder. Van, ja, Peter Bosman, die loopt jouw kind, haar dochter, te palen. En jouw kleinkind is 4, 5 of zo. En toen zei mijn schoonmoeder tegen mij. Nou, dan moet je maar ervoor zorgen dat mijn kind het boek Hosea gaat lezen. Dus ik heb dat nog doorgegeven aan de moeder van mijn kind. Van, wil je alsjeblieft even het boek Hosea gaan lezen? Dat zei je moeder namelijk. Maar ja, de relatie tussen haar en haar moeder is niet zo denderend. Dus zij had zoiets van, nou, als mijn moeder het zegt, nou, dan doe ik het zeker niet. Ja, dan gaan we lekker beginnen. Ha, 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 ha. Dus zo kwam ik op het boek Hosea, want ik had het nooit gelezen. Terwijl ik vanaf mijn 12e heb ik Bijbel gelezen, maar dat was het boek Job, en daar begreep ik niet alles van. En het Oude Testament, ik ben niet zo'n oude. Ja, Samuel, een cool boek, dat snapte ik gelijk. En Nieuwe Testament vooral. Mijn favorieten zaten erin, vooral die brieven van Paulus en die brieven van Petrus. Ja, toen ben ik Hosea gaan lezen. En ik snapte het wel. Ja, dan ga ik weer door met voorlezen. Dit is de inleiding, hè? Het is nog niet eens de echte teksten. Hosea gaf zijn kinderen op last van God namen met een duidelijke symboliek. Zoon Jezreel naar de vallei. Waar heel wat bloed was gevloeid. Dochter Loruchamma, zonder erbarmen, een hint om het verbond niet te verbreken, en zoon Lo-Ammi, niet mijn volk, of niet de mijne. Dus hij heeft die ontrouwe vrouw met benen geschopt. Dus Duits is dat geschopft. Hij heeft benen geschapen. In de buik van een ontrouwe vrouw. Drie stuks. De vallei waar heel wat bloed was gevloeid. De bloedvallei. En zijn dochter zonder erbarmen. En zijn laatste zoon dan, zijn jongste. En die heet niet mijn volk. Of niet de mijne. Laat ik af met in de overige hoofdstukken wordt de allegorie uitgewerkt. Hosea legt in hoofdstuk 4 tot en met 10 uit wat er allemaal mis is in het noordelijke rijk en waarom God zijn handen af zal trekken van het Joodse volk. In de laatste hoofdstukken wordt de val van Israël voorspeld en wordt het volk opgeroepen zich te bekeren opdat alles weer goed komt. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie. En hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Geweldig. Even kijken of de openingszin. Statenvertalingen.
Ja, die paar versen pak ik. Het woord des Heren dat geschied is tot Hosea, den zoon van Beeri, in de dagen van Uzia, Jotam, Achas, Hiskia, koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van Israël. Vers 2. Dat is een inleiding. Dat je even weet waar Hosea vandaan komt. Het begin van het woord des Heren door Hosea. De Heren dan zeide tot Hosea: ga henen, neem u een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter den Heren. Zo, het derde vers, zo ging hij, Hosea, henen en nam Gomer, een dochter van Diblaim, en zij ontving en baarde hem een zoon. En daar moet je ook weer even over nadenken. Dat is erg goed. Hosea die ging op weg. Zo ging hij henen en nam Gomer, een dochter van Diblaim, en zij ontving. Het heet conceptie. En die conceptie, dat Hosea heeft zijn leuter gestopt in het voorgat van Gomer. Een spritsch, spritsch, spritsch. En baarde hem. Dus baarde Hosea een zoon. En de Heerde zeide tot Hosea: noem zijn naam Israël, want nog een weinig tijds zo zal ik de bloedschulden van Israël bezoeken over het huis van Jehu, en zal het koninkrijk van het huis van Israël doen ophouden. En het zal te dien dagen geschieden dat ik Israëls boog verbreken zal in het dal van Israël. Vers 6. En zij ontving wederom. Dus niet alleen neuken, maar dat er spritsch, spritsch, spritsch en er gebeurt wat. Zij werd opnieuw bevrucht en baarde een dochter. En hij zeide tot hem, God zei tegen Hosea: noem haar naam Lo Ruhama, want ik zal mij, God, voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls, ik zal ze zekerlijk wegvoeren. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen, en zal ze verlossen door den Heere, hun God. En ik zal ze niet verlossen door boog, noch door zwaard, noch door krijg, door paarden, noch door ruiteren. Als zij nu Lo Ruhama gespeend had, ontving zij en baarde een zoon. Dat is de derde. Dus die vrouw van Gomer, die had Lo Ruhama de tiet gegeven, de borst gegeven, en daar was het mee klaar. En toen nog eentje.
En God zei tegen, ik wil het even, ik ga een, even goed, eerst even de tekst. En hij zeide, God dus, noem zijn naam Lo-Ammi, want gij lieden zijt mijn volk niet. Zo zal ik, dus God dus, zo zal ik ook de uwe niet zijn. Nu stop ik, Hosea 1 tot en met vers 9. Misschien is het genoeg, hoor. Om jullie aan te moedigen om het boek Hosea te gaan lezen. Want is deze maatschappij verdorven? Nou, de moeder van mijn kind, die ging wipperen met Peter Bosman. En ze heeft ons tweede kind, de tweede kind van het gezin, die heeft ze laten vermoorden in Den Haag. Dat kind heet Filemon. Filemon is vermoord in Den Haag. Op haar verzoek. De moeder van mijn eerste kind, want dat is, de eerste kind is nog in leven. En dat tweede kind, dat kon er niet meer bij. Was ook misschien van Peter Bosman, dat zou kunnen. Hoor. Dat is zijn kind. Ik begrijp heel goed waarom mijn schoonmoeder tegen mij zei, toen ik haar vertelde over Peter Bosman en dergelijke, dat zij zei, zorg ervoor dat mijn kind het boek Hosea gaat lezen. Ja. Moet je mijn schoonvader leren kennen. Ja, die heeft seks gehad met zijn eigen kind. Ja, maar hij heeft haar niet alleen maar geneukt. Hij heeft er ook voor de bek geslagen. Ja, alsof dat het beter maakt. Ja, maar dat heb je alleen maar uit de woorden van de moeder van jouw kind, Perry. Ja, dat is waar. Maar waarom zou die moeder dat aan mij vertellen als dat niet echt waar is? Droevig. Erg lastig. Dus dat is nooit gelukt. Dat laten lezen van het boek Hosea door de moeder van mijn kind. Jaren voordat zij die abortus liet plaatsvinden. Ja, nooit. Vind ik ook vervelend hoor, aan die abortuswetgeving, dat ja, vrouwen kunnen ontrouw zijn, en dan denken ze, dit is misschien van de buurman. Nou weet je wat, ik laat het wegsnijden. Ja, de verdorvenheid, die stijgt je tot aan je anus eigenlijk. Hè? Komt de rotzooi binnen van via de onderkant. Mijn dochter wil er ook helemaal niks van weten. Ja, de mama, mijn broer, Filemon, heet die, zou die geheten hebben. Want het was een jongetje. 90% zeker. Ze had een jongetje in haar buik. Nou, jongetje laten wegsnijden. Helemaal gratis en voor niks. Alleen de reis, die hoefden ze te betalen. Ja, ik dus, want we waren getrouwd. We waren getrouwd en ik bracht in die tijd 2.000-3.000 euro in de maand ging dan naar binnen. Daar heb je wel geld genoeg voor een buskaartje. Jakkes. Als je mij vergelijkt met Hosea, dan zou ik zeggen, nou, Hosea was een goede klootzak. En ik was een lulletje rozenwater. Op zijn Amerikaans, weet je hoe dat heet? Een lulletje roze water op zijn Amerikaans. Het heet een periwinkel. Ja, vandaar dat ik zo heet. Ja, ik ben zo'n pussy.
wat er aan de ketting moet liggen. Nou, we zijn gekomen tot en met vers... Ja. 1-9. Even onthouden. En dan gaan we de volgende keer lekker doorlezen. En jullie gaan begrijpen dat er zoiets bestaat als moraal. Maar niet zeuren en doorzwemmen. Het is al erg genoeg zoals het is. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Goed denken om in dictie. Nou, en hoe moet ik dan afsluiten? Een beetje interessant maken voor jullie dat je weer door gaat luisteren. En op zijn Hamburgs. De stad die gevuurbombardeerd is door Babylon tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nee, maar Piri, dat kan niet. Babylon, dat is al lang weg. Dat is helemaal niet meer. En Hamburg, dat was dus in de Tweede Wereldoorlog. Maar hoezo Babylon? Nou, het was Babylon. De katholieken. De universeel gelovende. En universeel geloof hebben wij mensen helemaal niet nodig. Wij hebben de Bijbel. Dus als je dan toch een beetje de geloofshannes uit wil hangen. Ja, lees het boek Johannes. Krijg je nog een gratis kopje thee als je daar een mooie lezing uit haalt. Ja. En op zijn Hamburgs, de stad die door het pausdom, Babylon, helemaal gevuurbombardeerd is. Dat is helemaal geen Nederlands. Maar feuerbombardierung, dat is denk ik wel correct Duits. Sakrig, tjus. En dag schatjes.